Wij verzoeken u dit ons samen zijn aan te vangen door met elkaar te zingen uit Psalm 33 en daarvan nader het 7e en het 9e vers. Psalm 33, vers 7 en 9. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, daar hij heerst als koning, daar zijn lof en zijn eer klinkt, door al de bogen zien zijn goddelijk ogen op al het mensdom neer. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draaft in het oorlogsveld. Het kan niemand de overwinning geven, zijn grote sterkte baart geen held. Nee, de Heer der Heren doet ons triomferen. Hij geducht in macht, slaat elk gunstig gade die op zijn genade in benauwdheid wacht. Psalm 33, vers 7 en 9.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen enig werk zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus onze Heer in de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Dan vragen wij uw aandacht voor het gedeelte wat wij uit Gods woord wensen voor te lezen. En u vindt opgetekend in Genesis 22 van vers 1 tot en met 14. Genesis 22 van vers 1 tot en met 14. Maar vooraf doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het geschiedde na deze dingen, dat God Abraham verzocht, en hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria, en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag de plaats van ver. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijf gij nu hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en leidde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide,
mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout. En bond zijn zoon Isaac. En leidde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit. En nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van den hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Tot zover zoeken we het dan samen het aangezicht des Heren. Heren, God van hemel en van aarde. Als wij het ons onderwinden om uw heilige naam op onze onreine lippen te nemen, dan mocht het u behagen om ons in de eerste plaats eerlijk makende genade te geven. Opdat wij zouden komen door den Heilige Geest getrokken, zoals we in waarheid zijn. Niets verbergen, zoals de dichter het uitdrukt, beken voor u, o Heere, oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Heren, wij hebben met gedachten, met woorden en met werken alles verbeurd en verzondigd. En daarom zou het geen wonder zijn als we straks naar huis gingen, zoals we gekomen zijn. Maar het zou wel een wonder zijn, als het u behagen mocht, om in gunst op ons van boven te zien. Maar zou u dan in de tweede plaats in ons hart daarin innerlijke behoeften aan willen werken. Want het is zo vaak op ons van toepassing en dan hoeven we heus niet naast ons te kijken. Dit volk nadert wel tot mij met de lippen, maar het houdt het hart zo ver van zich. Heren, waar zitten we op het ogenblik? Onze lichamen in dit bedehuis. Maar waar zitten we met hoofd?
en met hart. En we zijn op dit ogenblik mee en van vervuld. Dat is u bekend, want u bent hart te kennen en nieren proeven. Maar als we nu op dit ogenblik een moment wensen op te klimmen, om uit uw goddelijk woord onderwezen te worden, dan zegt Abraham tot zijn knecht: blijf gij beneden met een ezel. Het ezel, het beeld van werkzaamheid. Heere, dat alle werken, alle arbeid, dat alle kopen en verkopen is even van ons af zou mogen vallen. En we er eens even bovenuit gehaald zouden mogen worden. Om eens niemand te horen dan u alleen. Opdat uw volk in ons midden verblijd zou mogen zijn. Door uw stem te mogen horen. Om met de bruid uit het hooglied in te stemmen. Dat is de stem eens lief. Ziet hij komt, springende op de bergen en huppelende op de heuvel. En dat in de harten van de onbekeerde medereizigers een heimwee, een heilige jaloersheid werd ontstoken. Ziende het grote goed wat ge weggelegd hebt voor degene die u vreest. Maar dat dan alles tezamen, in verband met het onderwerp van vanavond, een beschamende zegen, ons niet werd onthouden. Dat het ons niet alleen tot de persoonlijke, maar ook tot een ernstig, tot een diep onderzoek, ten opzichte van onszelf, zou mogen leiden. En dit onze beter werd. De grond en kent gij ons hart, o Heer. Is geen, ik denk niet tot u weer, beproef me dan. En zie of dat mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. En doe u me dan met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Opdat uw woord geheiligd werd aan ons hart. We samen winst mee mochten doen op reis naar de eeuwigheid. En gij uzelf, o aanbiddelijke Heer Jezus, zo luisterrijk wilde het verheerlijken, dat er nog paarlijk gehecht werd aan uw middelaarskroon, en dat in de veelheid van de onderdanen ook uw heerlijkheid zou mogen bestaan. Wees met hem die uw boodschap hoopt te brengen. U hebt het vanmorgen zo wel gemaakt, Heer. Al daar zal geen nacht meer zijn. Maar nu in verband met het onderwerp van vanavond, zou u het dan ook nog eens wel willen maken. En ons iets van dat zaligmakend geloof te willen schenken. Dat geloof wat het enkel en alleen van u verwacht. Door de kracht des Heilige Geestes. Uit louter genade. Amen. Mijn geliefden, we zijn vanavond gekomen bij zondag 10 van onze Heidelbergse catechismus. Een zondag 10 dus. Waar gevraagd wordt, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En dan is het antwoord, de Almachtige
en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk al ze met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Deze zondagsafdeling handelt dus over de voorzienigheid Gods. Maar voor wij ertoe overgaan, daar met elkander van te spreken, dan zingen we eerst nog samen uit Psalm 77, vers 7 en 8. 77, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken, en in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, ge zijt die God die door wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Psalm 77, vers 7 en 8.
geliefde. Als er ooit een zwaar onderwerp te bespreken is, dan is het wel het onderwerp van vanavond. Namelijk de voorzienigheid Gods. Weet je wat ze van binnen zeggen? Huichelaar. Want nu ga je over de voorzienigheid preken. En zelf geloof je er, als het erop aankomt, niets van. Hoe is dat met u? Want nou zitten we vanavond heel vroomtjes bij elkaar, nietwaar? We hebben een ziel voor een eeuwigheid. En we zijn op reis naar die eeuwigheid. En nu zulk een gewichtig onderwerp. Ik weet het. Ik zal proberen er wat van te zeggen. En ik hoop dat de Heere door zijn geest licht geeft. En u zult luisteren, dat geloof ik ook. Maar wat zal ik en u er nou mee doen? En daar komt het op aan. Ik heb vanmorgen met opening en bediening iets mogen zeggen van die woorden. Al daar zal geen nacht zijn. Dat wil dus zeggen, ik heb gezegd, het gaat over Gods kerk, over Gods volk. Dat is een troostwoord, anders zou het er niet staan. Dat wil dus zeggen dat Gods volk zo vaak in een nacht verkeert, in de donker. En toen hebben we daar een paar voorbeelden bij gehaald. Maar ik zou vanavond een nieuw voorbeeld erbij willen halen. De nacht van het ongeloof. De nacht van het wantrouwen. Want eigenlijk vertrouwen de Heere nog voor geen dubbeltje. En dan ga ik voorop, dan zitten we hier vanavond als een handjevol vrome huichelaars. Je zult misschien bij jezelf zeggen, man, wat haal je nou toch in je hoofd? Luister nou eens. Maar probeer eerlijk te zijn. Eerlijk te luisteren. Nou moet je niet hervormd of geïnformeerd of christelijk geïnformeerd of oud geïnformeerd luisteren. Nee, laat dat nou eens even weg. Dat valt bij de dood toch weg. Gewoon als mens luisteren naar Gods woord. Kinderlijk, eenvoudig en niet met ja-maars komen. Ja, maar dit en... Nee, kinderlijk, eenvoudig, luisteren. Er is een man die God vreest. Heel eenvoudig, een bekeerde man. En God zegt tegen die man heeft maar één zoon. En het was een zoon des ouderdoms, die heeft hij van God gekregen toen het niet meer kon. Ja, want hij was 100 en Sarah 90. Dan krijg je toch geen kinderen meer, nietwaar? Maar wat is voor de Heere onmogelijk? We hebben de vorige week gezien dat het kind des Heeren soms mag belijden dat hij gelooft. Niet in een God,
maar in een almachtige God. Dat wil zeggen een God waarvoor niets te wonderlijk is. Nou, even opletten. En de Heer zegt, Abraham, daar begint eigenlijk het wonder al. Want noemt de Heer u wel eens bij je naam? Zou het wel eens willen. Het is wel eens gebeurd hoor. Het is zo lang geleden. En je leeft nog wel. Maar waarmee? Waaruit? Waarvan? Waardoor? Kunnen ze wel zeggen, ja, maar ongeloof is de grootste zonde, dat weet ik. Het is niet anders. Het is de werkelijkheid. En als ik geen geloof krijg, heb ik het niet. Daar begint. En Abraham verstond Gods stem. Tweede wonder. Want de Heer spreekt zo vaak tot ons dat we hem niet verstaan. Dus het is nodig dat de Heer ons oor doorboort en ons hart opmerkzaam maakt. Hij zegt ja, Heer. Hij zegt, weet je wat je moet doen, Abraham? Mag ik het met mijn eigen woorden met eerbied weergeven? Hij zegt, moet die jongen van je nemen. Een lieve, godvrezende jongen, hoor, denk erop. Want het blijkt dadelijk duidelijk. Hij zegt, je moet die jongen van je nemen. Zo ongeveer 14, 15 jaar. Het enigste wat hij had. Hij zegt, en dan neem je hout mee. En je neem je mes mee. En je neemt een beetje touw mee. En dan moet jij die jongen naar mij opofferen. Je moet die jongen gaan verbranden. Op een berg die ik je wijzen zal. Wij zouden zeggen, heren, je kan me, mag ik met eerbied? Heren, u kan nog veel meer vertellen, maar dat doe ik niet. Weet je, wij zouden zo gereformeerd zijn, dat we zeggen, dat is van de duivel. Begrijp je dat? Ja. Alles wat tegen ons ingaat, we zijn zo theologisch doorkneed, dat is van de duivel. Wat ik niet moet, dan zeg ik, nee, dat is niet van God. Dat is. En wat in mijn straatje te pas komt, dat is ineens van God. Maar het is meestal andersom. Omdat mijn vlees gekruisigd wordt, is hetgeen wat tegen mij ingaat, wat ik niet wil, waar ik niet aan wil, wat ik niet meemaken en doormaken wil, dat is vaak net van God. En wat naar mijn vlees is, wat ik graag wil, waar ik zin in heb, dat is meestal van de duivel. Nou zitten we daar, ik en u. Ik heb ook kinderen. Zou je doen? Je zou zeggen, ja maar dominee, dat is dwaasheid. Dat is geen dwaasheid. De Heer kan onze jongen of ons meisje ziek maken. En hem of haar tot zich nemen. Jazeker. Daar hoeven we niet naar Moria voor. Hoeven we dat kind niet voor vast te binden? Dat kan. Zou het doen? Zou het gewillig aan God afstaan? Mag ik het even schilderen na 3 dagen? Ook zoiets. 3 dagen. Niet vlakbij dat hij er gauw doorheen is. Dat hij zegt, nou ja, het moet dan maar gebeuren. Dan is het, nee. 3 dagen. Op reis. 3 dagen van storm. 3 dagen van aanvechting. Weet je hoe die reis geweest is? Hè? Met die jongen naast hem. Zou je dat je in kunnen denken? Een zoon te hebben die God vreesde. Denk dat is het. Een jongen met een nieuw hart. Is er zo'n vader of zo'n moeder in ons midden? Stil maar. En dan alles wat de jongen zegt. En daar en Abraham denken.
Dat is dadelijk afgelopen. Die stem hoor ik niet meer. We kunnen nooit meer eens over geestelijke dingen praten met je eigen jongen. Hè? Ja, we lezen zo makkelijk over die geschiedenis heen. En kinderen vinden het mooi. En de grootte, er zit spanning in. Maar de diepte waar het over gaat, daar lezen we met onze rechtzinnige gezicht overheen. En dan komt hij daar, op die berg. Ik zou zeggen, heren, ik blijf beneden zitten. Ik kan het niet. Vergeef het me alsjeblieft, maar ik kan het niet, ik doe het niet ook. Of wat dacht u? Zou het wel kunnen? Kijk, David zegt, met mijn God spring ik over muren en kan ik door sterke benden dringen. Dus als je het nou vanuit jezelf bekijkt, dan gaat het niet. Maar als je het nou eens door het geloof mag beleven, zie je, Abraham, die dat altaar bouwen, die brokken steen, heeft hij soms stiekem af en toe. Hè? En dan legt hij hout op dat altaar. Fijn, maar voordat hij daarmee bezig is, zegt Isaac, hij zegt, vader, eens even nadenken. Ik bedoel, ja, we zijn zo rechtzinnig. Hij zegt, vader, dat hebben we hout. En een mes, een touw. Hij zegt, misschien gaan we op. Kan je indenken wat die vader gevoeld heeft? Het is niet moeilijk om de jongen van een ander op te offeren, hoor. Maar je eigen. Helemaal. En alles. Had hij er thuis nog een stuk of wat over? Nee, alles. Dan is hij alles kwijt. En het loopt vanavond nou niet over dat offer. Maar ik wil eens even als inleiding, want dan hoef ik over deze zondag zoveel niet meer te zeggen, op de werkelijkheid wijzen. En daar legt die jongen gebonden. En dan neemt hij het mes. Het zal niet lang duren of ze zeggen, dat is niet echt waar geweest. Dat is een legende. Dat moet je anders verstaan. Maar het is waarachtig gebeurd. Want als het niet gebeurd was, was er geen Jood geweest. Voor zijn eigen kind. En dan grijpt God als het ware zijn hand vast. Door een stem uit de hemel. Doet de jongen geen kwaad. Want ik heb nou gezien dat je God vreest. Laat wij dan maar naar huis gaan. Want dan zijn er niet veel die God vreest. Ik niet. Als ik daar naar kijk. Daarvoor zeg ik te net. Nou staat er hier, wat verstaat gij door de voorzienigheid? Maar laten we nou eens lezen, wat gelooft ge van die voorzienigheid? Niks. Helemaal niks. Zo ver zijn we bij God vandaag. Misschien zit er eentje vanavond bij wie het anders gesteld is. Dan mag ik zeggen, ben ik nog niet eens jaloers op je. Want dan geloof ik dat het hier zit. Je zou zeggen, ja, maar hoe kan Abraham dat nou doen? Dat lees ik in Hebreeën 11. En wat lees ik dan? En nou komt het. Daarvoor durf ik zeggen, dat geloof wat wij menen te bezitten, zit zo vaak in ons hoofd. En weet je hoe dat Abraham het kon doen? Hij zegt tegen zijn knecht, hij zegt, blijf maar zo lang beneden, wij komen dadelijk terug. Hoe kon hij dat nou zeggen? Omdat God hem geloof gegeven had. Dat hij Isaac uit de doden weer terug zou kunnen krijgen. Maar nou ga ik lezen. Wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Dan staat er, dat is in de eerste plaats, de Almachtige. En in de tweede plaats, de alomtegenwoordige kracht Gods. God
drieënig heeft hemel en aarde geschapen. En het is niet zo dat hij die hemel en die aarde geschapen heeft en dat het nou verder eigenlijk vanzelf wel ontwikkelt. Nee, God laat in het geestelijke het werk van zijn handen niet varen, maar dat doet hij ook op het natuurlijke terrein niet. Als we straks deze zondag verder lezen, lees ik over loof en gras, regen en droogte, zo droogte enzovoort. Dat allemaal door God geregeld wordt. Dan is de voorzienigheid eigenlijk de onderhouding van Gods werk. Mijn geboorte en de uwe was een scheppende daad Gods. Uit een huwelijk kunnen wel kinderen geboren worden, maar de ziel die in die lichaampjes geplant wordt, is een scheppende daad Gods. Dus er is geen geboorte waar God zich niet mee bemoeit. Dat wil dus zeggen dat alles wat God geschapen heeft, dat hij dat ook door zijn hand onderhoudt. Nou ga ik even terug naar Abraham. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En Abraham kon niet bekijken wat er gebeuren zou. Hij wist dat het zijn eigen jongen zou zijn. Wat een godsvertrouwen. Dat is het hoor. Wij zitten er maar over te kwibbelen. Maar om het te beleven, mijn geliefde. We zijn verzekerd van de wieg tot het graf toe. Als je een klein beetje hoofdpijn hebt, of je voelt je een beetje akelig, blijf rustig thuis. Je krijgt er in de regel geen dubbeltje minder voor. Er zijn levensverzekeringen, brandverzekeringen, er zijn begrafenisverzekeringen. Dan zeg je wel, daar heb je hem weer met zijn ouderwetse ideeën. Maar het kan niet anders. En dan kan je praten wat je wil. Maar iedereen die een verzekering durft goed te praten, is een rechtzinnige huichelaar. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En als ik door God op deze wereld gezet ben, en ik wil in gehoorzaamheid en onderwerping aan dien God leven, dan zal diezelfde God ervoor zorgen, als zeggen ze 100 keer van binnen huichelaar, dan heeft hij dat tot hiertoe nog steeds bewezen. En al is het dan dat je tot op het laatste moment soms kan stikken van de zenuwen, van bestrijding, van ongeloof en van vijandschap. De Heere zegt, beproef me maar. En nou markeert het ons in de regel eraan dat we die God niet vertrouwen. Weet je waar het over loopt? We willen nog wel op reis gaan. We willen dat hout nog wel meenemen en dat de mens, juist zeker. We willen nog wel 3 dagen reizen ook. We willen op die berg klimmen. We willen desnoods een altaar bouwen, maar dat toestoten, dat laatste moment, daar komen we niet toe. Want we vertrouwen God niet. En dat kan alleen maar
als je dat vertrouwen krijgt. En nou, wil God hebben dat ik en u er toch op wacht. En dan komt mijn en uw schuld over. Want we durven het op God niet te wagen. Rij je in een auto? Dan zeg je, ja, je moet maar eens iemand doodrijden. Een kost winnen. Ze kunnen je net zo makkelijk voor 1,5 ton op laten draaien. Ja. Je kan zoveel schade veroorzaken. Kan wel eens 500.000 worden. De ziekenhuiskosten zijn zo hoog vandaag aan de dag. Dat kan een gewoon mens niet meer betalen. Je moest dus ziek worden. En dan? En dan komen de verhalen. Mensen die er huisje hebben moeten verkopen om de ziekenhuisrekening te betalen. Mensen die de zaken pot gegaan is. Ja. Er moest eens brand uitbreken. Ook al. Ja, wat moest er nou allemaal eens gebeuren? Ja. Laten we ons daar dan maar tegen verzekeren. Ja, maar is er dan geen God in de hemel, die mijn handen kan vasthouden, die mijn remmen kan laten werken, die brand, die ziekte, hier staat het, zomer en winter, koude en hitte, loof en gras, hier zegt hij het, dat zijn voorzienigheid zelfs gaat over het kleinste grasprik. Ja, stil maar, ik weet het. Problemen. Maar die problemen zouden er niet zijn als we niet konden redeneren. En die problemen zouden er ook niet zijn als we niet zo rechtzinnig waren. Maar weet je wat er moest wezen? Eenvoudig kinderlijk zijn. Dit. Je zult zeggen, ja, maar dominee, wacht eens even. Abraham was een kind van God. Maar dat ben ik niet. Ik ben onbekeerd. Ja. Ik zou eerst willen vragen, hoe weet je dat, dat je onbekeerd bent? Dat vind ik al een felicitatie waard, hoor. Als een mens er door genade achtergebracht is dat hij onbekeerd is. Zit het hier of hier? Leg je wel eens over wakker dat je nog onbekeerd bent. Maar goed, even laten rusten. Ik ga naar Psalm 81. Hier van binnen gaan ze tekeer. De hel vindt het nooit goed als je goed van God probeert te spreken. Maar dat geeft niet. Er staat, doe uw mond maar wijd open. En dan zal ik hem vervullen. En staat er dan bij dat je bekeerd moet zijn? Staat er dan bij dat je een bekering moet kunnen vertellen? Staat er dan bij dat je genade moet hebben? Nee, stil. Weet je wat er wel staat? En dat zegt de Heer Jezus zelf. Hij zegt, kom eens mee. Hij zegt, kijk eens naar die leliën die daar groeien. Ze arbeiden niet, ze spinnen niet, ze doen niks. Zijn eigenlijk, ze groeien wel, maar het is redeloos schepping. Hij zegt, en Salomo, met al zijn heerlijkheid, met die prachtige tempel die hij gebouwd heeft, zijn marmeren paleis. Hij zegt, die was nog niet eens bekleed met de heerlijkheid van een van deze. Gij klein gelovige. Waar zit je over in de war? Wat we morgen zullen eten. En wat we morgen zullen drinken. Wees maar eerlijk.
Hoeveel geloof heb je? Zeg het nou eens. Hoeveel geloof heb je? Nee, u moet als u vanavond thuis komt, die verzekeringsrommel, om hetgeen wat ik zeg niet opruimen. Leg ze eens op een stoel neer en ga er eens op je knietjes bij liggen. En vraag dan aan diezelfde God, die Abrahams hand vasthield, dat hij niet toestelt om zijn eigen jongen aan God op te offeren, of dat die je de weg nou eens wil wijzen. Want als je het met jezelf doet, hier leg je het neer en daar pak je het weer op. Ik heb wel eens meer meegemaakt dat mensen dat zomaar thuis en op. En dan krijg ik de schuld. Maar daar loopt het niet over. Ik wil de schuld wel hebben hoor. Want een slechtere naam als ik heb kan toch niet meer. Dus er kan best nog wel wat bij. Als het maar loopt over de waarheid. Ja? Zeg het eens tegen de Heer. En dan zegt hij: wie mij nederig valt te voet, zal van mij zijn wegen leren. Durf je? Durf je het erop te wagen? Eén ding weet ik: het valt nooit tegen. Ik heb verleden week nog iets aardigs gelezen. Het was een ouderling, het geeft niet. Dat was een echte ouderling. Die was eerst jongeling geweest. Door genade. Dat een godvrezende moeder. En dat mens dat gaat sterven. Het was ver voor de oorlog. Er was geen cent in huis. En dat mensje dat is ruim heen gegaan. En er stond daar de schoondochter bij, want ze was bij de zoon in huis. Ze zegt: meid, als ik er nou straks niet meer ben, maak je nou niet ongerust over de begrafenis. Ze zegt: want daar zal God voor zorgen. Het is wat. Als je zo heen mag gaan, hè? Ja, dat is niet slordig. Om te zeggen: ja, in het gezicht van de eeuwigheid ligt het stoffelijke eronder. Nee, God is een God voor de tijd en voor de eeuwigheid. Maar dat men sterft dus en er is niks. Maar ze moet toch begraven worden. En dan gaat die man, die gaat naar een begrafenis ondernemen. Erover praat. Hij zei: ja, eerlijk, ik heb geen cent. Maar ik wil toch weten wat het kan gaan kosten. Ja, wat wil u, zegt die begrafenisondernemer. Hij zegt: nou, het is een kind van God. Dus ze zal een nette begrafenis hebben. Niet de duurste, maar ook niet het goedkoopste. Hij zegt: dan gaan wij jouw moeder begraven. En dan zie ik wel, als God het geld geeft, dan zeg ik: wat een leven met elkaar. Als hij dat dan zo eens leest en als hij dat dan zo eens nagaat, krijg je het dan ook niet benauwd. Word je dan ook niet verdrietig dat je moet zeggen: o God, hoe ver zijn we van die praktijk vandaan? Eer dat het avond was, kwamen een paar eenvoudige mensen, ook kinderen des Heren, de Heere stuurt, condoleren. Ze lieten een envelop achter en er zat het juiste bedrag in, eer dat diezelfde dag ten einde was, om die begrafenis te betalen. Nou dit. Nou zegt de Heere: maak je nou niet druk. Wat je eten en wat je drinken zult. En waarmee gij je kleden zult. Want de Heere weet toch dat je dat allemaal nodig hebt. En dan gaan wij zeggen: ja, dat zeg je nou allemaal wel.
Maar ik ga liever naar de Nederlanden van 1845 of weet ik het. Ja, het is wat. Ja. Denk er maar eens goed over na. En dan betaal ik liever premie, dan heb ik recht. Want bij u heb ik nooit recht. Ik moet van u altijd maar afwachten wat je doet. En we vergeten dat hij mildelijk geeft en nooit verwijt. Voel je welk een ontzaggelijk onderwerp of dat is. De almachtige, alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, weet je wat dat betekent? Bekeerd en onbekeerd. Luister, nog onderhoud en al zo regeert dat loof en gras. Hoor je het? Ja. Regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Dan gaan we dadelijk naar huis en zeggen we, hij heeft het toch aardig gezegd, maar we gaan fijn doen. Ik zie het zitten. Want zonder God geloof je daar niks van. Zonder God bukken we hier niet voor. En daarom vraag ik me af, waarvoor komen we nog bij elkaar? Eerlijk hoor, zover ben ik. Dan zeg ik, we praten rechtzinnig en we bomen rechtzinnig. Maar in de praktijk komt er niets meer van terecht. In hart, in huis, in de kerk. Niks. En dan staat er nog, waartoe dient ons dat we dit weten, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt. Eer we daarover verder gaan, zingen we eerst nog uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust den Heere te vrezen? Het Allerhoogst en het Eeuwig Goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven en zijn God geheiligd zaad zal gezegend aardrijk erven. Psalm 25, het zesde vers. Thank you.
studeren. Maak het toch niet zwaar. En maak het toch niet ingewikkeld. Het is alsof we hem eenvoudig horen vragen. Ja, dat is wat. God komt met ons praten door deze psalm. Hij zegt, heb je er zin in? Zou je nou eens niet van al die rommel, die je zaligheid, die mij en jezelf in de weg staat, is verlost van willen wezen? En dan die eenvoudige kinderlijke vrees. Hij zegt, wie heeft er nou zin in? Toe. Is er vanavond, of zijn er vanavond een paar die er zin in hebben? Om den Heere te vrezen, zoals die waard is gevreesd te worden. Ontdaan van alle jamaars. Heel eenvoudig. Hij zegt, Heere, al is het dan ondergang, al is het dan, al kost het mijn leven, laat me het nou toch op u mogen wagen, op u alleen. Hij zegt, dan zal God zelf je leidsman wezen. En die is toch het allerhoogste. En het even goed. Ik denk op het ogenblik aan die oude profeet Elisa. Hij maakt die belegering van Samaria mee. Dan staat hij met zijn knecht op de muur. En dan ziet hij die duizenden en die duizenden vijanden. En er is in Samaria wel zo honger. Dat de moeder heeft al haar eigen kindje opgegeten. Ik bedoel weer praktijk hoor. Hè? Praktijk. En die knecht die weet geen raad. Hij denkt ja, mijn baas, dat is een godvrezende man. En als die man sterft, dan gaat hij naar de hemel. Maar ik, dat ziet er niet best uit. Ik zie geen uitkomst. En dan zegt Elia, Heere, open zijn ogen eens. En dan doet God hem de werkelijkheid zien. En dan krijgt hij dit te zien, dat degenen die voor hem zijn, of voor hun zijn, die zijn meer als die tegen zijn. Dan ziet hij in eerst zag hij al die tegenheden, al die vijanden, zo groot. En zo machtig. Maar als je daar eens overheen mag kijken. Als je God mee mag hebben. Dat je dan alles mee hebt. Kan niet anders. Als we dat op ons in laten werken. Dat we vanavond met schuld naar huis gaan. Dat we verdrietig worden. Dat we eigenlijk in de knoop raken. Want nou komt er een ander gezichtspunt, heel kort maar. Dan zegt hij, ja, maar waarom is dat nodig? Dat daarover gepraat wordt, met elkaar. Eerlijk en open. Dan staat hier het antwoord, opdat wij in alle tegenspoed geduldig. Ben u geduldig? Of ben je driftig? Heb je wel eens, als de zwarigheid boven je hoofd hangt, dat het van binnen één bonk zenuw is, dat je geen leven hebt? Dat je zegt, ja, maar dat of dat moet toch gebeuren? En ik zie het niet hoe. Dan en dan moet er toch dat geld wezen. En ik weet niet hoe. Hier. En zoveel. Vul het zelf maar aan. Ik moet geopereerd worden.
Heer, geduldig. Waarom? Omdat er hier toch duidelijk gemaakt wordt dat geen mensen het je aandoet, dat God het doet. En wat nog meer, er komt nog wat. En in voorspoed, dankbaar. Ja, ja. Je zou zeggen, dat is zo moeilijk nu. Mag ik vanavond eens wat zeggen? Ik geloof dat dat nog moeilijker is als in tegenspoed geduldig. Weet u dat? Want tegenspoed, als de Heer erin meekomt, kan ons nog wel eens nog op dat drijven. Als we knel zitten, als we geen uitweg meer weten, dat we naar God toe kruipen. Maar voorspoed, wel nee. Er is niks wat we zo gauw vergeten zijn dan God, als we voorspoed hebben. Dat is het oordeel van onze daad. Die zogenaamde welvaart. Die welvaart is zo groot niet hoor. Helemaal niet. Het zijn er misschien een paar duizend. Maar in werkelijkheid is die welvaart zo groot niet. De zorgen zijn groot genoeg. Als we maar eerlijk willen wezen. Zoveel welvaart is er niet. Maar het er is wel net zoveel. Dat we God niet nodig denken te hebben. We zeggen dat zo openlijk niet. Maar het komt in de praktijk van ons leven uit. Heb je God nodig voor elke gulden die je uitgeeft? Ik heb ik het toch wel eens verteld van die godvrezende negerin. Dat als ze boodschappen ging doen. Dat ze eerst op de knietjes ging. Want ze zegt, heren, als u me geen wijsheid geeft. Als u me niet leidt. Dan koop ik veel liever een lap stof voor een mooie japon of mantel. Als de levensmiddelen die zo hoog nodig zijn. Ja? Hoor je het? Vrouwen, meisjes. De mannen ook. Anders. Ze zegt, heren, ga je mee. Want ik ben niet te vertrouwen. Nou, ben u aan de beurt. Zeg maar eerlijk, nee, want je denkt dat je het kan. Dus zeker, ik zie het toch aan die gezichten. Dan denk je, ja, nou ja, goed, dat is een negerin, maar ik weet wel hoe ik mijn cent uit moet geven. Ik reken het allemaal uit en ik doe, ja, u doet het. Maar dan ben je toch een beklagenswaardig mens, weet je waarom, omdat u het doet. Ja, wat bedoel je daarmee? Buiten God om. Maar heb je er wel eens over nagedacht? Een gulden waar de vloek op rust. Die is zo gauw weg. En een kwartje waar zegen op rust. Daar doe je zo'n hoop mee. In voorspoed. Dankbaar. Heb je wel eens gewenkt? Als je je weekgeld of je maandgeld krijgt. Dat je moet zeggen, oh God, wat ben je te goed. Ik ken een jongen of een man van mijn eigen leeftijd. Die kan dat niet verdienen, die is ongelukkig. Ben u wel eens in een krankzinnige inrichting geweest? Heb je wel eens een vrouw van je eigen leeftijd gezien? Die de verstand niet had. Oh, wees toch zo flink niet. Wees toch zo bij de hand niet. Want het is in wezen helemaal niks. Zonder God zijn we minder dan niets en dan ijdelheid. In voorspoed dankbaar. Daar mogen we wel om vragen. Ik ook. Ga voorop. Maar we gaan nog een stapje verder. En in alles
dat ons nog toekomen kan. Dus wat er over ons besloten is, wat we mee zullen moeten gaan maken, een goed toevoorzicht hebben. Ja, ja. Maar nou is er een kind van God aan het woord. Op onze getrouwe God en Vader. Dat is wat. Wat ben je dan toch arm als je dat miste? En wat ben je dan toch rijk als je mag weten een God te hebben in de hemel die gelijk je vader is? Ja. Dan moet ik vader vanavond om vergeving gaan vragen. Dat ik zeg, ik vertrouw u eigenlijk niet. En dat is mijn grootste zonde. Ik hou wel van u. En ik verlang wel naar je. Maar als ik hier op aarde klem zit, dan wacht je soms zo lang om uitkomst te geven. En weet je wat ik dan geloof? Dat je elke dag als een onbekeerd mens door het leven gaat. En dat je elke avond weer opnieuw als het ware naar hem toe mag kruipen. Om te vragen, Heere, bekeer me nou toch. Want dan zal ik bekeerd zijn. En dan eindigt deze waarheid met de leer. Dat door die liefde ons geen schepsel van hem scheiden zal. Aangezien alle andere schepsel, weet je wat er ook bij horen? De duivelen en de ganzen, die kunnen nooit meer doen dan dat God toelaat. Dan wil ik naar huis gaan met de gedachte. Hoe God tegen Satan zegt als het gaat over Job. Verschoon zijn leven. Dan kan de Satan niet verder gaan. Als dat de Heere toelaat. Eén ding nog. Wie heeft er nou nog lust den Heere te vrezen? Het allerhoogste en het eeuwig goed. Dan zal God zelf zijn leidsman wezen en nou komt het. Dan zal hij u leren, niet ik, niet het ander, maar hij, hoe u wandelen moet. En God heeft nog nooit een mens misleid. Hij heeft ze altijd geleid op die smalle weg, waar zelfs de dwaas niet dwalen kan. En waarop hij een leidsman is zelfs der blinden. Ach. Ach, Heere. U hebt het gehoord. Zou u zelf die goddelijke vrezen, zij voor het eerst op bij vernieuwing, in ons hart willen leggen? En iets van dat geloof van uw knecht Abraham willen geven in ons leven. Omdat het verder kwam dan vorm en het praktijk mocht zijn. Al is het dan dat we alleen overschieten, maar dan met u. Ga met ons. De onbekende toekomst tegemoet. Begeef en verlaat ons niet. Uit genade. Om Jezus wil. Door den Heilige Geest. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 139, het derde vers. Ik wil u nog bekendmaken dat we zo de Heere willen en we leven woensdagavond 6 november om 8 uur aan deze plaats hopen samen te komen voor een dankstond. Bij de uitgang de maandelijkse extra collecte. 139, het derde vers.
Gij hebt van achteren mij bezet. Vooruit wordt mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. Hoe zou ik met mijn zwak verstand naar uw wondere kennis streven? Ze is mij te groot, te hoog verheven. 139, het derde vers. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.